Wat weet jij eigenlijk van ministers? Dat ze vooral heel veel regelen voor Nederland en dat er voor elk onderwerp wel eentje is. Ja, zo is er een minister van Onderwijs, een minister van Volksgezondheid en zo zijn er nog veel meer ministers. En volgens Kees Hoefnagels moet daar nu een minister van Kinderen bij komen. Ik vind het belangrijk dat er een minister voor Kinderen komt, omdat het met te veel kinderen niet goed gaat in Nederland. En omdat we niet goed naar kinderen luisteren. Hun mening doet ertoe. Kees Hoefnagels doet onderzoek naar hoe voorkomen kan worden dat kinderen slecht worden behandeld. Want dat is volgens hem nog te vaak het geval. Veel kinderen leven in armoede. 250.000 kinderen in Nederland. Dat mag gewoon niet. Kinderen worden mishandeld, verwaarloosd, seksueel misbruikt. En dat aantal wordt maar niet minder. Maar wat vinden kinderen er zelf van? Moet er zo'n minister komen? Hier in deze groep 8 zijn de meningen verdeeld. Ik vind het wel een goed idee, want bijvoorbeeld kinderen sturen iets op met een brief of zo. Maar dan kijken ze er nooit echt naar om. Ze kijken vooral naar wat volwassenen willen. Kinderen hebben ook een heel belangrijke mening. En zij zijn de toekomst. Ik vind dat er wel genoeg zijn. Want als je minister van Kinderen toe gaat voegen, want de meeste dingen die hij dan moet doen, daar heb je dan al aparte ministers voor. Ik vind het op zich wel onnodig, want sowieso hebben kinderen toch al wel veel waar ze eigenlijk naartoe kunnen of waar ze tegen kunnen praten als ze iets hebben of zo, waar ze mee zitten. Toch is volgens Kees Hoefnagels zo'n speciale minister echt nodig. Die zou dan als een soort politieagent de andere ministers controleren of ze ook aan kinderen denken. Die zou eerst kijken naar wat al zijn of haar collega's doen, wat voor wetten die maken en of daar gevolgen zijn voor kinderen. En de kinderen hier zouden het wel weten als zij zo'n minister van Kinderen mochten zijn. Ik zou heel wat speeltuinen toe kunnen voegen. Meer speeltuinen. Meer speelplaatsen. Want ik heb nu het idee dat er heel veel weggaan. Toch zal een minister van Kinderen volgens Kees zich vooral met wat moeilijkere zaken bezighouden. Ik vind spelen is gewoon superbelangrijk. Maar ik vind ook juist de narigheid van kinderen, daar komen niet alle kinderen meteen mee voor de draad. Dat is moeilijk om over te vertellen, over armoede. Er zit vaak wat schaamte bij en dat is allemaal zo begrijpelijk. Dus ik vind die akelige onderwerpen die kinderen ook, grote mensen ook niet, maar kinderen ook niet zo graag noemen, die vind ik eigenlijk wel heel erg belangrijk.